Goedemiddag. Oh, wacht wel even. Ik vergeet één ding. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze spontane video waarin dat ik heel eventjes snel spontaan jullie weer benadruk in verband met dat in mijn vorige video ik Pokémon kaarten heb laten zien en dat het een hele leuke unboxing video was en dat die eigenlijk al een maand geleden was opgenomen, maar in verband met drukte dat ik hem nu pas heb kunnen uploaden. En damn, wat willen jullie graag? Niet Eevee, ik wil hem maar even hier zitten, maar de Eevee map zien. Nou, daarom ook eventjes deze snel in elkaar geflanste, totaal niet geplande video om heel eventjes jullie de Eevee map te laten zien wat er precies allemaal in zit en wat er dus allemaal voor kaarten in deze map zitten. Want dat willen jullie allemaal natuurlijk dolgraag zien. Verder op het einde van deze video heb ik ook nog een hele leuke giveaway weg te geven, want dat stond ook in de titel. Namelijk vrijkaarten voor Tomo Party. Tomo Party, wanneer wordt het eigenlijk gehouden? Zaterdag 19 augustus zie ik hier staan, vanaf 2 uur. En één kaart is geldig voor 2 personen. Dus win je er eentje, dan kun je dus gezellig iemand meenemen. Tomo Party zal gehouden worden op de Groene Heuvels in Ewijk. En is uitstekend bereikbaar met de fietsauto, maar ook met gratis shuttlebussen. Ja, de informatie staat allemaal op het kaartje. Wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Game Rooms en natuurlijk ook door Stichting Tomo. Heel erg dank daarvoor dat ik deze kaartjes daarvoor weg mag geven. Ik heb er 5. 2 ga ik weggeven via deze video. 3 ga ik weggeven via deze video. En 2 ga ik weggeven via Facebook. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in de comment te vertellen waarom dat jij doorgaat naar Tomo Party zou gaan. En ja, ik ben er ook bij. Ik ben een jurylid of zo. Ik ben verplicht dat ik daar jurylid moet zijn of iets. Maar goed, de Eevee map. Daar zijn we voor gekomen. Dus laten we maar zelf even een kijkje gaan nemen bij de Eevee kaarten die ik dus nu ga laten zien. Ja, dit is eigenlijk best wel awkward dat ik nou zo moet gaan filmen, maar ik was het van eerst eigenlijk van plan om de map te gebruiken of gewoon de manier op te unboxen. Maar dit werkt toch ietsje beter omdat ik dan zo beter over de map heen ken en jullie dus kan laten zien wat er dus allemaal in zit. Nou, de eerste pagina die bevat natuurlijk allemaal EX'en, GX'en. En dit is trouwens de legendarische die ik toen dus had gehad toen ik één willekeurig pakje ging halen. Dus dat is wel even kijken. Waarom zit er smutje in? Zit er een smutje in? Hey! Geen smutje in de man. Dus ja, deze die is natuurlijk heel erg legendarisch geworden in verband met die van René Kart. Jolteon EX, heel Brabant heeft dat ondertussen gehoord toen ik hem... Die had ik te pakken gekregen voordat ik unboxing video's eigenlijk deed. En nogmaals, ik vind unboxing video's nog altijd leuk om te doen. En Sylveon, daar heb ik heel veel van. En Sylveon, ja, dat altijd heel erg leuk. Deze ook, volgens mij bij Castle Fest. Toen deed ik ook nog geen unboxing video's. Toen hebben we samen een boosterpakje gedaan. En jij heb ik dan nog een paar dubbeltjes zitten. En noem maar op. Flareon zou je trouwens hier niet in zien. Want Flareon die heb ik in mijn deck zitten. Dus Flareon GX. Die heb ik helaas dus hier niet in zitten. En volgens mij... ik heb ook gewone art unboxing. Die heb ik denk ik niet. Maar ja... Heel veel kaarten heb ik wel in mijn deck zitten, dus net zoals Glaceon, die zag ik daar ook niet in zitten, dus... Maar ja, dat was met die unboxing video's. Ja, en daarna gaan we dus over naar de zoveel verschillende soorten kaarten die je hebt van Eevee. Van alle generatie Pokémon kaarten eigenlijk door doorheen. Ook natuurlijk de evoluties. Ja, deze map die zit helemaal vol, er zitten dubbels in. Dit was eigenlijk degene die ik zelf nog had, toen ik zelf nog klein was. Ik had er maar eentje van, maar vond ik best wel jammer. Volgens mij heb ik hem ook ergens nog in Nederlands gekregen. Wat het grappige is, ik heb de meeste gekregen op conventies. Of van vrienden die zeiden van, ik doe er toch niks mee, jij bent zo'n Eevee gek. Alsjeblieft. Dus dat vond ik zo gaaf dat ik deze dus eigenlijk allemaal toen die tijd heb gekregen. Dus net zoals, ik zit altijd te kijken, hier heb ik er dan eentje reversed hollow en gewoon. Deze die blijft natuurlijk ook hartstikke geweldig. Oh, deze die, een van mijn favorieten natuurlijk. Ze zijn eigenlijk allemaal favoriet. En dan liever wel nog de tijd dat we Pokebody hadden en daarna werd het Pokepower allemaal voordat we Ability hadden. Nou, Plasma die mag dan nu nog zeker gebruikt worden. Dit is alweer een beetje een nieuwe generatie. En zoals je dus hier kan zien, ja, ik heb echt heel veel verschillende... Oeh, deze die valt bijna uit zichzelf, dat is niet de bedoeling. Dus ik heb echt heel veel verschillende varianten van alle evoluties. Maar sommige er dubbel tussen zitten. Zelfs ook nog een soort, deze vind ik eigenlijk heel mooi. Deze art tot Togepi er zo bij zit. En Jolteon lijkt zo heel vaderlijk eigenlijk zo van, ja, ik bescherm jou wel. Een mooie art. Maar gaan we nou wel te doen uitlopen zeggen, ja, jullie wou deze video, hier heb je je video. Dus, deze trouwens ook Japans.
Hij heeft mooie bliksemmomenten en Storm Chaser Jolt, jongen. Zo noemen we hem eigenlijk ook. Oei. En hier Flareon met een Firestone bij. Hoe kan ze mooi aan? Moet zijn dat zijn ogen een beetje apart uitzien. Sommige art moet ik heel eerlijk zeggen. Deze die vind ik wel heel mooi. Ze dachten kijken, de Rocket Art. Ik weet niet, dat hadden ze dan tot hij echt veel bruiner werd en tot hij dan een beetje een evil look moest hebben. Dat was toen met de Rocket kaarten. Ik weet niet precies waarom dat ze dat gedaan hebben, maar... Kijk, oh, de Japanse die is zelfs, ja, de achterkant van Japanse kaarten die zijn ook een beetje anders. Maar ik kan het niet meer. Yay. Hier ook Flareon van Extreme Close-Up, Light Flareon. Dus volgens mij een van de eerste Flareons. Aeson, die heb je er dan hierbij zitten. Dark Flareon ook weer. Ja, Rocketkaart. Ik weet niet precies wat die deel was met Rocketkaart. En hier heb je een soort van paintkaart tussen zitten. Maar ik weet niet, het is allemaal hartstikke mooi. En ja, deze die zit behoorlijk vol. Dus we zijn er nog langer na niet doorheen. En jullie willen hem dolgraag zien. Dus ik ben niet zo flauw en laten jullie het ook zeker zien. Ik zit eigenlijk een beetje te spieken of die Nederlands nog ergens kan vinden, want die zat hier ook nog ergens tussen. Ach ja, de Rocket. Volgens mij zat ook de McDonald's zelf bij. Ja, hier heb ik een Nederlandse, dat was hem. De Nederlandse Jolteon. Oh, snelle aanval en naaldraket. Kun je nagaan tot een naaldraket aanvalt die nou dus 3 energiekaarten kost? Totdat vroeger, vroeger 3 energiekaarten kostte om 4 muntjes op te gooien, totdat tegenwoordig maar 1 muntje, of 1 energie kost. Serieus, je hebt een EMW, geef je mijn stroomenergie, je kunt hem laten evenberen en dan kun je die avond gewoon doen. Dus ja, Pokémon is echt veel. De Pokémon-kaarten zijn echt veel sterker geworden dan wat ze vroeger waren. Ook in de jungle variant van Vaporeon. Ja, Espeon stond toen die tijd nog niet, dus ja. Het is net alsof ik een boek aan het voorlezen ben, jongens. Ah, ik vind het wel leuk om een keertje zo te doen. Doe waarom ook niet. Ik dacht toch echt ook dat ik... Ja, ik heb hem al gevonden, daar komen we er zo bij. Maar ik moet zeggen, die Archer, die zijn zeker heel erg mooi. En ik hoop dat mijn camera goed blijft focussen. Dus hier hebben we hem. De Nederlandse Eevee. Met Crispel en snelle aanval. Gnaw. Ja, nieuwe aanval. Gnaw. Waarom ook niet. En hier komen dus heel erg veel dubbels tegen, tot ik echt gewoon heel erg veel heb. Ja, ik ga gewoon 4 achter elkaar zitten en alles, dus... sommige die zijn alweer die we niet hebben gezien, sommige weer wel. Ze zitten een beetje door elkaar heen. Hier heb ik volgens mij zitten Spaans of Italiaans, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb echt geen flauw idee. Dus... Echt, ja. Maakt niet zoveel uit. Even kijken, we hebben nog meer daar dan die. Oh, hier heb je de Pokebody. Pokeability, dat was een Pokebody. Oh. Ik hou van die arts. Serieus, die arts zijn geweldig. En ik val ervan stil. Oh. Maar moet ik wel zeggen dat als ik... Hey, waarom is deze leeg? Waarom zit hier geen kaart? Oh, daar heeft hij een EV-kaart in gezeten die ik in mijn tijd heb gestopt. Ja, klopt. Dus, ja, Pokepowers, Pokebody, ik vind het zo grappig. Plasmakaarten zijn nog steeds eigenlijk, je mag het nog steeds gebruiken. Hier heb ik hem toevallig, die Jolteon waar ik het over had. Zie je, pinmissel, 1 kleurloze energie. Flip 4 coins attack, dat is 20 damage. Hetzelfde als wat de eerste deed, maar dan met 3 energie. Kun je nagaan. Dus tegenwoordig kan Eevee heel makkelijk in de training card game evalueren. Dus, dat is de laatste pagina al. Dus, ja. Nou, dat zijn dus alle kaarten die ik eigenlijk een beetje in de map heb zitten. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat zijn natuurlijk allemaal Eevee kaarten. Ja, ik heb ook al wel andere kaarten, maar de meeste die zitten eigenlijk in decks. En andere die heb ik in een andere map zitten. En die geloof ik, die zit echt niet totaal vol of zo. En ja, die kaarten kan ik niet echt laten zien in verband met spoilers. Met de unboxing video die nog aan moet gaan komen van Mega. Want ja, die zien jullie hier niet meer naast me staan. Dus dat eigenlijk voornamelijk. Dus ja, dat is eigenlijk de map waar jullie toch graag naar wouden kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dus laat een like achter natuurlijk voor die leuke kaarten die er allemaal in zaten. Verder, ik krijg heel veel vragen nog over. Paper Mario, die zal verder gaan. Ik ben op het moment, want het was mijn enige vrijdag eigenlijk. Maar ik ben bezig met opnames weer. Ik heb het alweer een beetje ingesproken. Ik ben er ook weer een beetje mee aan het editen. Het editen van Hardcore neemt heel veel tijd in beslag. Maar aflevering 1 heeft zoveel motivatie gegeven om ermee door te gaan. Dus maak je geen zorgen, die komt er ook binnenkort aan. Dus en enorm bedankt voor jullie support. En... jullie zien het. Jullie willen toch graag iets weten of zien. En als het mogelijk is, dan probeer ik dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dus like daarvoor als je daar tijd voor hebt. Ja, YouTube blijkt nou iets te hebben met likes op video's. Tot hoe meer likes een video heeft, hoe bekender of hoe meer dat de video naar buiten toe gaat. En mij gaat het er alleen maar eigenlijk om
om jullie een leuke video te geven, maar dat weten jullie ondertussen wel van mij. Maar goed, in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Heb je het leukste momentje? Nee, heb je een reden dat je naar Tomo Party zou willen gaan? Laat het natuurlijk weten, de reden waarom dat jij naar Tomo Party zou willen gaan. En misschien ben jij een van de gelukkigen die dus de ticket wint voor twee personen naar Tomo Party. Op Facebook, Facebook link staat natuurlijk ook in de beschrijving. Trainers TV, daar zijn ook nog twee weggeefkaarten. Je mag zelfs beide proberen in te vullen. Een kans dat je dus de kaarten wint. En ja, dat is leuk. Dus met dat gezegd hebben, denk ik dat het maar eens tijd om deze video af te sluiten is. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Serieus, die intro was rommelig gedaan.